Gewoontjes, zo kun je de tassen die de vrouwen nu hebben wel noemen. En dus gingen de dames gisteravond aan de slag om hun eigen tas te ontwerpen. Op initiatief van Mario Jans kwamen ze naar de ontwerpstudio in Tinalo. De tassen moeten voldoen aan het thema voetbalvrouwen. En dat is best lastig, maar er waren ideeën genoeg. Kijk, zoals deze. Die heeft een beetje de beleiding van een voetbalveld. Dat is dan misschien weer iets waar je eventueel wat mee kan. Die ballen die heb ik erop geplakt omdat wij het wel leuk vonden om de binnenkant, dus de voering, met het patroon te doen van een bal. En zo haal je dus overal ideetjes vandaan. Dit lever misschien helemaal. Ja. En dan kan je hier nog een pijpinkje langs zetten, zo'n dingetje, dat je daar het zwarte weer laat terugkomen. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Je krijgt een beetje een band met iedereen en je leert elkaar wat beter kennen. Dus als je dan elkaar weer bij het voetbal tegenkomt, dan is het ook gelijk gezellig. En je hebt gelijk een gespreksonderwerp natuurlijk. En ik vind het gewoon een heel leuk idee. Ik bedoel, wie wil nou niet zijn eigen tas ontwerpen, toch? Een week geleden zijn we even bij elkaar gekomen om even wat de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En we hopen dat het wat wordt. Maar het ziet er al aardig uit. De klep zou je eventueel een accent kunnen geven of zo? Ik vind het wel leuk voor die klep. Ik heb best wel zoiets van, ik vind dit mooi en ik vind dat mooi. En dat hebben de andere meiden nog wel eens van, Dus ik wil wel graag mijn zin doordrijven. Is me aardig geluk, moet ik zeggen. Maar ik heb wel een eigen idee daarover. De eisen die de dames stellen, zijn die een beetje werkbaar? Ja, die zijn op zich heel goed werkbaar. Er zitten altijd natuurlijk een aantal dingetjes bij wat niet werkbaar is. Er zit ook nog een technisch stukje aan waardoor bepaalde dingen niet kunnen. En daar ben ik natuurlijk voor om dat te begeleiden. Maar ik denk dat het een heel leuk resultaat gaat worden. Uiteindelijk worden 4 tassen in productie genomen. Volgend jaar zijn ze te koop.